Dan is de vraag, wie stopt Beuning Bakker uit 1-1-1? En dan moet er denk ik antwoord komen van Ivo Grote. Hij vindt ook alleen nog maar 1-1-1. Maar het lijkt toch op dat Travis Jansen een betere koers uitvoert. Maar ook de man van de lucht brengt. Dus Luna Albrecht, hij demonstreert dus die bocht in. En Beuning Bakker gaat er als nummer 1 in. Hij komt er als nummer 1 uit. En hij neemt Luna Albrecht dus heel goed mee in zijn achterwieltje. Ivo Grote is de man van de vaart die alleen nog maar eentje scoorde. Heeft er wat lastiger hier in de finale positie nummer 3, maar zeker nog netjes. En dan gaat hij denk ik ook komen daar op de derde stuk. En was hij al heel erg sterk. Beuning Bakker begint er zelfs op met springen. En dat al op een leeftijd van 8 jaar. Hij zag altijd Bakker op de eerste plek. En geweldig dus zijn Milo Overing, Ivo Grote. En komt er nog aan van de Rapid Wheels, Travis Jansen. Hij probeert nog plekje 4 te komen. Maar hij wordt afgeslagen door 851.